shoppen in de mooi verlichte straten van Lokeren. Het is gezellig en het kan je ook nog eens prachtige prijzen opleveren. Want dit jaar organiseert de stad Lokeren voor het eerst een twinkeltocht. De twinkeltocht is eigenlijk een zoektocht die iedereen kan doen in Lokeren, Exaerde, Daknam en Doorslaer. Ze moeten daarbij op zoek gaan naar een rendier met een rode neus, Rudolph, the little helper of Santa Claus. En als ze die gevonden hebben, dan kunnen ze ook tegelijkertijd een letter vinden in die vitrine. En met die letters kunnen ze dan een 10-letterwoord vormen. Als ze het woord gevonden hebben, maken ze uiteraard ook kans op een hele mooie prijs. En die prijs staat in het teken van streekproducten eigenlijk in Lokeren. Om deel te nemen aan de twinkeltocht kan je eigenlijk een formulier downloaden op de website van Stad Lokeren of afhalen in het info.toerisme. Op de keerzijde van het formulier of beter langs de binnenkant kan je dan eigenlijk een kaartje vinden waar dan 30 kerstboompjes op staan, waar dus ook de winkels aan verbonden zijn. Het is een beetje zoeken, mag niet heel duidelijk zijn, want het is natuurlijk ook nog altijd een zoektocht. Hè. Naast de twinkeltocht kan je dit jaar ook deelnemen aan de eindejaarsactie. De actie in Lokeren is ieder jaar een waar succes en ook dit jaar hebben wij bijna 100 deelnemende handelszaken. 2020 was voor iedereen een uitdagend jaar, ook voor onze lokale handelaars. Dus gaan we nu proberen om de lokale handelaar speciaal in de picture te zetten. Voor de eindejaarsactie kunnen klanten eigenlijk gewoon shoppen bij de deelnemende handelszaken. Hun naam en telefoonnummer op het ticketje achterlaten en zo maken zij kans op een van de vele prijzen. Het is zeker de moeite om deel te nemen met de eindejaarsactie, omdat net zoals ieder jaar kan je nu eigenlijk 100 euro per deelnemende handelszaak winnen. Dus in iedere deelnemende handelszaak is er een winnaar van 100 euro. En daarbovenop gaat de stad ook nog eens 10 hoofdprijzen weggeven. Dat is 10 keer een cadeaubon ter waarde van 1000 euro. Deelnemen aan de eindejaarsactie en de twinkeltocht kan nog tot 10 januari. En deelnemen kan ook in het weekend. Dus ook op de twee laatste weekends van het jaar zullen er shopweekends zijn. En kunnen de consumenten eigenlijk ook gaan winkelen bij de meeste handelszaken in Lokeren. Op die manier hopen we eigenlijk dat er meer spreiding zal zijn van het aantal shoppers. En anderzijds hopen we ook dat op die manier de handelszaken de kans krijgen om toch een deel van hun omzet van het jaar 2020 toch nog goed te maken. Voor meer info over de twinkeltocht of de eindejaarsactie, surf naar lokeren.be/twinkelstad.